Hey, welkom bij deze podcast, deze Sacred Life podcast. De podcast die jou gaat helpen om de kosmische energie handen en voeten te geven hier op deze mooie aarde. Ik doe dit voor het eerst met een video erbij. Was gewoon benieuwd hoe dat zou zijn, want leek me al wel leuk. Maar dan kan ik niet zo op mijn briefje kijken de hele tijd. Dus dat is ook weer een beetje anders. Welkom. Dit is de eerste podcast weer na de zomerstop. Was voor mij een hele fijne, welkome niksnus space. Nou ja, niksnus als het gaat om schermpjes dan. Maar ik heb onwijs veel gedaan. En een heel innoverende zomer gehad met veel... Hele verschillende deep dives, daar zal ik zo wel wat meer over vertellen. Waar ik deze podcast met jou over wil hebben, dat is dus de verschillende ikken, de verschillende kanten aan mij. Ik hoop dat het voor jou zinvol is, zeg maar, dat het een spiegel is voor jou. En dat heeft ermee te maken dat, ik ben me denk ik deze zomer op een dieper niveau gaan... realiseren dat hoe belangrijk het is om al die verschillende aspecten van jezelf, zeg maar, te zien, te erkennen. En ik realiseer me ook dat ik de afgelopen jaren mezelf in de wereld heb gezet als iemand rondom spiritualiteit en ook de psychologische kant van spiritualiteit. En dat is een kant van mij die ik dus heel erg tentoon heb gespreid. Maar er zijn ook een heleboel kanten van mij die ik echt niet in beeld breng. En op zich is dat prima, hoeft dat ook niet per se. Alleen, ik merkte dus dat het mezelf heel veel bracht om die kanten ook te erkennen. Dat had er onder andere mee te maken dat ik een week heb gedaan in Friesland. Bij Christian Pankhurst, Heart IQ. New Eden heet zijn retreatcentrum. En daar heb ik een week facilitators training shadow work gedaan. Dus dat was een training voor facilitators, voor trainers, over schaduwwerk. En dat was echt een week lange deep dive over hoe te werken met je eigen schaduwkanten. En dat dus ook door te geven aan anderen. En daar kwam al heel duidelijk naar voren van, oh ja, er zijn een heleboel kanten aan mezelf die ik bijvoorbeeld vroeger wel heel erg belichaamde. Of überhaupt nog nooit belichaamd heb, die er wel gewoon zijn. En ik vind het altijd grappig, want eigenlijk zeg ik altijd al van, oh, alles mag er zijn, al die kanten mogen er zijn. Ja, maar doe het maar eens, weet je wel. Wees dat zelf dan ook maar eens. Dat is de uitdaging voor mezelf, voor deze podcast. Om even een voorbeeld te geven van, ik heb dus heel erg geleerd en... Het zit ook wel een beetje in mijn natuur, denk ik. Maar ik heb ook wel extra geleerd afgelopen jaren om vanuit de spirituele bril te kijken. En alles heel liefdevol te benaderen. En dus te kijken naar je eigen oordeel over dingen. En te zien dat het een stemmetje in jezelf is. En dat het daar eigenaarschap over te nemen. Dat het oordeel niet per se waar is over die ander. Maar daarmee, als je dat jaren en jaren en jaren doet, kan je ook zeg maar je menselijkheid een beetje erin verliezen. En dat is denk ik de valkuil van spirituele groepen, mensen. Dat er een cultuur ontstaat waarin we allemaal zogenaamd helemaal oordeelloos zijn. Terwijl er is ook, weet je wel, ik had een mooi voorbeeld. Er kwam de gezamenlijke ruimte die wij met onze buren hebben, kwam ik binnen. En daar was een buurman en die was echt aan het... zeuren over dingen. En ik kan daar heel goed ruimte voor zijn. En ik kan heel goed zien waar hij zit en wie hij is. En daar gewoon mee zijn. En ook voelen van, oh ja, ik heb hier even niet zoveel behoefte aan. Dus dan neem ik mijn eigen ruimte weer en dan ga ik weer bijvoorbeeld. Maar er is ook een deel in mij dat zich ergert. En dat is niet dat het dan heel erg op de voorgrond is. Van, dat die ergernis daar heel erg uitkomt bij mij. Maar wel, ik voel wel een drop in de energie, zeg maar. Een energielek gewoon. En ik zou die bijna gewoon ontkennen of niet meer zien.
Terwijl het is best wel belangrijk om die ook, zeg maar... Als ik daar geen eigenaarschap over heb en hem helemaal weg ga duwen, dan komt het er in hele funky manieren komt dat eruit. Hè? Dan krijg je echt een spirituele bypass van, oh, alles is liefde. En dan, als ik dat stuk van mezelf niet zou erkennen, dan zou ik heel goed, zeg maar, over mijn eigen grens kunnen gaan en daar heel lang bij gaan zitten zijn en heel veel meer ruimte voor gaan zitten zijn dan dat ik eigenlijk ervaar dat ik ruimte heb voor iemand, zeg maar. Dus het zit hem soms in de kleine dingen, maar ook grotere dingen. Bijvoorbeeld, ik had een hele toffe zomervakantie gehad en het laatste weekend was ik heel hard toe aan uitrusten en de camper schoonmaken en nog wat laatste dingetjes. En dat stond ook allemaal zo op de planning. En toen belde woensdagavond een vriend mij op. Ga je mee naar Lowlands? En Lowlands is echt iets. Daar ben ik dus vroeger 100.000 keer geweest. En daarvan zei ik de laatste 10 jaar van. Nee, dat soort dingen doe ik niet meer. Weet je, dat is oud. Zo'n leven heb ik niet meer. Dat was ook. De tijd dat ik daar elk jaar naartoe ging. Was een tijd waarin ik mezelf behoorlijk kon overschreeuwen. Waarin ik echt. Heel erg makkelijk over mijn eigen grenzen heen ging. En dan, weet je wel, met bier en zo was dat allemaal prima te doen. Het was gewoon een totaal ander leven. Maar die vriend die vroeg dat. En het was heel kort dag. En ik had niet zo lang om erover na te denken. Maar ik voelde een joy, zeg maar, in mijn lichaam. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga het doen. Ik ga gewoon blind erin springen. Dus 2 dagen later, vrijdagavond, reden we naar Lowlands. Ik was kapot. Ik was helemaal moe, op, klaar. Ik had alles wat ik in dat weekend had willen doen in een paar uur in die dag gepropt. En we reden daarheen en we hadden het erover. Ja, eigenlijk moet ik nu vroeg naar bed en een lange nacht maken. Of we kunnen, zeg maar, heel de nacht doortrekken en gewoon 1 groot feest van maken. Een beetje ouderwets, hoe dat vroeger ging. Nou ja, en dat laatste heb ik dus gedaan. Willens en wetens. Toen ik echt voelde, iedere uur opnieuw voelde ik wel, oh, ik ben echt vet over mijn grenzen aan het gaan. Maar het was leuk, weet je, het was gewoon leuk. En ik kwam daar dus echt dat deel van mezelf tegen, wat ik al 20 jaar niet echt had erkend. Zo'n deel van mezelf, zeg maar, ik was als jonge meid, was ik mezelf dan best wel aan het overschreeuwen. En later kreeg ik een spirituele ontwikkeling waarin ik ontdekte van, oh, dat is een copingmechanisme en daar zit iets onder. En het is een hele waardevolle fase geweest voor mij om echt te gaan kijken van, wat zit daar dan onder? En dat te erkennen en meer mijn kwetsbaarheid toe te laten. Maar daarmee, zeg maar, weer 10 jaar forward, fast forward, heb ik ook dat meisje wat zichzelf overschreeuwde, als een schaduwkant van mezelf gemaakt. Als een kant van mezelf die ik eigenlijk niet wil kennen of niet wil weten of afkeur. In ieder geval afkeur. En ik had dat weekend gedaan. Maandagochtend reden we terug. Ik had echt nauwelijks geslapen. En maandagavond faciliteerde ik een vrouwencirkel. En dat was ook echt een belangrijke editie van een vrouwencirkel. Van een groep vrouwen die mij heel erg aan het hart gaat. En die ook, we waren een beetje in een cruciale fase. Ik had wat dingen veranderd en daar was gewoon wat gesprek over van, hey, hoe voelt dit voor iedereen? Zijn we in of zijn we oud, zeg maar? En ik was dus op 1 dag, was ik 's ochtends, zeg maar, dat rebellerende meisje, zou ik maar zeggen. En 's avonds was ik de vrouwencirkel facilitator. En vlak nadat ik dus die shadow work training had gedaan En ik kon mezelf aanschouwen in allebei die kanten van mezelf. En de dagen daarna ben ik helemaal gecrashed. Had ik echt, kon ik eigenlijk alleen maar slapen. En dat was echt een bijzondere integratietijd. Van een aantal dagen waarin ik met die hele verschillende aspecten van mezelf kon zijn. En die allemaal helemaal kon omarmen. Volledige ja met mijn hart open naar allebei. Ja, en dat was zo helend om te doen. Ik vond het heel belangrijk om te noemen. Omdat ik hoop
Ja, omdat ik hoop dat het ruimte geeft voor jou ook om aspecten te erkennen eigenlijk in jezelf. Zeg maar, wat ik ontdekt heb is dat het mij zoveel ruimte gaf daarna weer om al die kanten te zijn. Een van de dingen waar dat uit bleek ook, ik was weer liedjes aan het schrijven. Super geïnspireerd door een aantal artiesten op Lowlands, heel erg leuk. En ik was weer liedjes aan het schrijven en ik voelde me veel vrijer in welke stijl en hoe ik dan de teksten zou doen. En weet je, ik had toch wel een beetje een bepaald beeld van mezelf gecreëerd van, oh, maar nou heb ik een bepaald bewustzijn. En vanuit dat bewustzijn wil ik dan bepaalde bewuste liedjes maken en met een bepaalde sfeer en zo. Terwijl die andere kanten zijn niet weg. Die zijn er ook nog steeds. Dus weet je, ik kan nog steeds vanuit een geïrriteerd of een boos stuk, zeg maar, een heel platte tekst schrijven. Dat mag gewoon. Dat mag er gewoon zijn. En als ik dat toelaat, dan floot het makkelijker. Weet je, dan speel ik daarmee. En dan is het gewoon een spel. En is het gewoon grappig. En dan doe ik dat. En dan komt er van alles en nog wat uit. Dus al die verschillende kanten van mezelf, die zorgen er dan voor dat de bandbreedte van de levensenergie die er doorheen kan, zeg maar, beter benut wordt. Laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, en zo merkte ik dus ook, er is een kant aan mij. Ik heb hier twee puberdochters in huis. 13 en 15 zijn ze. En ik geniet van ze. En het is fijn, we hebben het goed. En mijn manier eigenlijk van moederschap, merk ik, is om waar het kan aan te sluiten bij ze. En natuurlijk stel ik grenzen en zijn er discussies en dat soort dingen. Wat ik heb gemerkt is dat het ontzettend fijn is, dat ik het heel fijn vind en dat het voor de meiden ook heel fijn is als ik kan aansluiten bij ze. Als ik me kan openen voor hun wereld. Weet je, dat als ze de hele tijd op TikTok zitten te scrollen. Vaak zeg ik natuurlijk, nou is klaar, doe je scherm weg. Maar soms ga ik ernaast zitten en ga ik meekijken. En dan komen we echt, weet je, dan zijn er echt dingen om te lachen. Dan zijn er dingen om je over te verwonderen. En dan, dus die wereld heb ik ook. En dat is ook zo'n wereld die ik niet zo gauw tentoonstel, zeg maar. Die ik niet op mijn socials of in mijn nieuwsbrieven doe. Want ja, weet je wel, daar ben ik dan heel erg de spirituele kant aan het uitdragen. Maar het resulteert er ook in dat als wij hier de afwas staan te doen. Ik wijs hier, want daar zit mijn keuken. Als wij hier de afwas staan te doen. Dat we soms echt staan te springen en mee te rappen met M&M of met Joost Klein bijvoorbeeld. Geen idee of je dat soort muziek nou kent. Maar ja, goed, ik ken het dus als geen ander, omdat mijn kids dat heel erg veel luisteren. Die kant is er ook aan mij. Dat doe ik ook. Zo ben ik ook. Ik ben ook iemand die echt wild kan zijn en gewoon lekker los kan gaan op de dingen waarvan, denk ik, veel spiritueel georiënteerde mensen zullen zeggen van, oh, dat is fout of slecht, of dat doe ik niet, of daar heb ik geen behoefte aan, of dat soort dingen, weet je wel. Ik heb niet per se behoefte aan Joost Klein, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het super gaaf om het te doen, zodat ik kan aansluiten bij mijn kids. En als ik daar dan eenmaal in zit en echt luister naar zijn teksten, dan ben ik wel verwonderd. Dan denk ik wel, oh, hij is wel real of zo, weet je wel. Hij is wel oprecht. Hij komt oprecht over op mij. En natuurlijk zit daar een hele industrie achter en is daar, weet je wel, is dat een concept. Maar ik geloof wel dat hij fully in is als persoon. En dat voel je. Dat maakt hem goed. Dus dat zijn toffe dingen waardoor ik dan verrast word en waardoor ik ook denk, oh, dat wil ik eigenlijk niet. Die wil ik niet zijn of die wil ik niet naar buiten brengen. Of dat kan ik niet, weet je. Daarmee kan ik niet aansluiten bij de mensen die mij volgen. Dus dan breng ik dat niet naar buiten. En daarmee wordt het een schaduwkant. Daarmee stop ik het weg. Daarmee is er een deeltje van mij wat er niet mag zijn. Weet je wel, deeltje wat ik niet mag exposen. Omdat het dan niet klopt bij het beeld of het imago of het plaatje. Of iets waarvan ik dan denk dat mensen op afhaken of zoiets dergelijks. Dus dat is lekker, een soort van bevrijdend wel om te zeggen, eigenlijk. Oh, ja, en ik was ook heel lekker aan het schilderen gegaan weer.
Dat was een grote ontdekking deze zomer. Dat ik, maar volgens mij heb ik dat de vorige podcast ook gezegd. Dat ik. Ik heb verschillende momenten in mijn leven gehad. Dat ik. Ontdekte dat ik eigenlijk gewoon in hart en nieren een kunstenaar ben. Maar er is nooit een moment geweest dat ik daar echt voor ben gaan staan. Helemaal voor heb gekozen. En dat ik ook die ruwe diamant, zeg maar, ben gaan slijpen. Ik heb heel veel kansen eigenlijk gemist, denk ik, om. Om echt mijn kunst te verfijnen. Dus het blijft een beetje grof opgezet werk, zeg maar. En ik realiseerde me dat ik onwijs graag eigenlijk... Dat een groot deel van mij is gewoon die kunstenaar. En de coachings en het faciliteren en alles wat ik doe... Dat kan ik eigenlijk alleen maar goed doen. Ik kan eigenlijk alleen maar die inspirerende en levendige persoon zijn... als ik ook die kunstkant van mezelf leef. Zolang ik zing, zolang ik liedjes schrijf, zolang ik schilderijen maak... zolang ik lekker aan het tekenen ben of dat soort dingen... kan ik een volledig toegewijde en inspirerende coach zijn. En een volledig toegewijde en inspirerende facilitator van het veld, van de cirkel. Want het hoort bij elkaar. Het is, zeg maar, de creatieve kunstenergie die, zeg maar, het leven zelf is. Die zich uit in verschillende vormen. En hij komt bij mij heel makkelijk door als het gaat om kleur op een kwast, zeg maar. Of ja, ik verf ook wel vaak met mijn vingers. Maar ik bedoel, hij komt makkelijk door kleur op een doek. Maar hij komt ook makkelijk door, zeg maar, in melodieën en woorden. En in, zeg maar, muziekvorm, in ritmes. En hij komt makkelijk door in het veld met mensen. Zeg maar, als ik in een kring met mensen zit en de energie, zeg maar... Het is echt een soort kleien met de energie in de ruimte. En zeg maar, een spel tussen... Een soort co-creatie met de energie. Zeg maar, een spel tussen wat je ontvangt en wat je er zelf mee doet. Dus het benoemen, het erkennen van wat er in de ruimte speelt... En het zeg maar, vormgeven, expressie geven door dingen te benoemen... Door een gerichte vraag te stellen of juist niet, zeg maar. En... ja, het hoort bij elkaar. En nou ja, ik heb op mijn website nu eigenlijk al die aspecten van mezelf waarin ik iets doe, om, zeg maar, waarin ik dienstbaar ben naar de wereld, heb ik allemaal op mijn website gezet. Vorig jaar heb ik een heel traject gedaan over marketing, waarin dus werd, waarin ik dus geleerd heb. Om precies niet te doen wat ik nu wel heb gedaan. Ik heb toen geleerd om dus heel specifiek één aspect, zeg maar, uit te pakken. Één programma. En dat was toen de Weg naar je Hart programma. Dat ging echt over het faciliteren en coachen van groepen mensen. Die dus voor persoonlijke ontwikkeling echt naar binnen gingen keren, zeg maar. Maar het is maar zo'n klein aspect van mij. Het is een deel van mij wat ik fantastisch vind. En waar ik van opleef. En waar ik ook die jaren heel veel mee bezig was. Maar er is ook een ander deel van mij. Ja, dat moet er ook zijn. Dus ik heb nou iets... waarschijnlijk marketingtechnisch best wel onhandig iets gedaan. Maar het voelt zo goed. Neem een kijkje op mijn website als je het leuk vindt. www.irissimons.nl. Simons schrijf je met I-E. S-I-E-M-O-N-S. En daar heb ik van alles uitgestald. Al mijn kanten, al mijn verschillen. Want je kunt mijn schilderijen daar bekijken. Je kunt mijn podcast luisteren. Je kunt ceremonies boeken. Je kunt, weet je wel, vrouwencirkels. Kun je meer over lezen en voor aanmelden. Je kunt van alles en nog wat. En ook consulting, zeg maar. Ik ben dus nu ook bezig met binnen bedrijven een consulting aan te bieden. Ik ben Deep Democracy aan het doen geweest. Daar heb ik ook wel podcasts over opgenomen, of misschien wel meer dan één trouwens. Omdat het zo'n gave tool is om het cirkelwerk en dat, weet je wel, dat zeg maar het kleien met de energie, zoals ik het net noemde. Zeg maar de creatieve kunst energie channeling, om die in het bedrijfsleven in te brengen. Zeg maar te zorgen dat daar via dus, even concreet gezegd is het dus besluitvorming en conflicthantering binnen teams.
Maar heel eerlijk, gaat het vooral over echte verbinding? Gaat het vooral over eerlijker, openhartiger zijn? Waardoor dingen gewoon gaan stromen. Gewoon die bandbreedte van levensvreugde oprekken. Ook binnen een team, ook binnen een groep mensen. Ja, dus en ja, voor mij is het één pot nat met allerlei mooie verschillende uitingsvormen, zeg maar. Ik ben heel benieuwd hoe dit gelopen. Weet je wat trouwens ook op mijn website staat? Dat is ook gaaf om nog te noemen. Die staat bovenaan volgens mij zelfs. De workshop over de well-being economy. Ik ben dus echt 2 weken deze zomer ook diep gedoken into de well-being economy. De well-being economy is een... ja, we zijn een groep mensen, pioniers, die een blueprint aan het ontdekken zijn eigenlijk voor de nieuwe wereldeconomie. Een wereldeconomie die dus gebaseerd is op leven. Op het, zeg maar, het bevorderen van het aardse leven. En ik val een beetje stil, want het is even moeilijk om daar woorden aan te geven. Wacht even hoor. Dan merk ik dat ik mijn adem inhoud. Zo. Ja, dus de well-being economy. Daar is nu een step-by-step video guide. Gemaakt door Forrest Wilson. Waarmee ik dus die 2 weken heb doorgebracht. Waarmee we aan het brainstormen zijn geweest. En aan het voelen. En aan het proberen en oefenen. En blueprint hebben uitgetekend. En dat gaat over, zeg maar, het in de energie stappen van die nieuwe wereldeconomie. Want hij is er al. Hij is er al lang. De well-being economy bestaat al. Het punt is alleen dat heel veel mensen nog in het oude denken, in de oude wereld, zeg maar, zijn. Met hun energie, met hun, weet je, doen en laten. En hoe meer mensen zich toewijden aan de well-being economy. En je hoeft niet echt iets te doen. Daar gaat het dus om. De well-being economy is een way of life, zeg maar. Het is een way of being. Het is echt een energie waar je in kan zakken. Stel je voor dat je geen enkele behoeftigheid meer zou hebben. Dat je voorzien zou zijn op alle fronten. Ga eens gewoon stil zitten. En ga eens voelen, hoe zou dat zijn? Hoe voel je je dan? En daar neem je de tijd voor. En als je dan in dat gevoel zit, wat wil er dan bewegen? Wat zou je dan gaan doen? En hoe zou je dat doen? Dan krijg je dus een totaal ander iets dan wanneer je met een groep mensen gaat denken van, oh, we moeten een blueprint voor de wereldeconomie maken. Hoe komen we daar? Want we zijn er nog niet. Dan ga je hard werken, ga je ploeteren, ga je dingen verzinnen en dingen, dan ga je hard werken gewoon. Terwijl in die nieuwe wereldeconomie gaat het er vooral om dat we wel zijn. Dat we wel zijn. Vanuit dat welzijn handelen en bewegen. En daar komen de mooiste dingen van. Daar komen dus hele businesses van. Die dus gewoon, zeg maar, moeiteloos in de flow uit de vingers komen bij mensen. Op momenten dat het helemaal klopt en alles in elkaar klikt. Ja, dat is echt zo magisch hoe moeiteloos dat gaat. Ik ben echt elke keer verbijsterd als ik daar ben. Misschien moet ik wat concretere voorbeelden geven. Maar goed, ik weet zo even niet. Ja, oh ja, bijvoorbeeld Kianga is een van de vrouwen van de well-being die ik daar heb leren kennen. Ja, zij heeft een School of Life over de mannelijke en vrouwelijke energiebalans. Ja, het is zo gaaf gewoon. En de manier waarop, weet je, dat reist over de wereld. En dat beslist ieder moment van, oh ja, nu ga ik daar. En dan, ja, dat flowt gewoon, dat stroomt, dat loopt. En dat is echt zo inspirerend. Eigenlijk vooral door heel goed te luisteren naar, waar zit mijn ja in mijn lijf, zeg maar. Waar zit mijn onderbuik ja? Waar zit mijn gevoel van, hier wil ik heen? Maar goed, daar staat dus op mijn website
een linkje naar de step-by-step guide voor de Wellbeing Economy. Super aanrader. Mijn zomer zag er dus zo uit dat ik eerst 2 weken in die Wellbeing Economy, in de Well of Being, noemen we het eigenlijk, from the ground of Wellbeing, dook. En van daaruit door naar die shadow work. Dus vanuit de ground of Wellbeing al mijn schaduwkanten bekijken. Alle kanten van mezelf die ik liever niet wilde zien. En van daaruit heerlijke vakantie geweest met de kids. En toen, weet je, op Lowlands en in de vrouwencirkel, zeg maar, al die verschillende aspecten van mezelf en die integratietijd daarna. Het was eigenlijk een soort gouden opzet. Die ik natuurlijk niet van tevoren had kunnen bedenken. Om vanuit de ground of well-being volledig in mijn schaduwkanten te duiken. Waar ik ook heel veel schaamte tegenkwam trouwens. Er was er waren stukken schaamte van mezelf waar ik al overheen was. Stukken schaamte waarvan ik al jaren zei, oh, maar daar ben ik al overheen. Dat heb ik niet meer. Dat, weet je, kleine meisjesenergie, dat heb ik niet meer. En die kwam eigenlijk al dit voorjaar, kwam in volle hevigheid kwam dat terug en zat ik ermee. Gevoel van schaamte over mijn lichaam, over dingetjes die ik dan deed of zei. Gewoon schaamte over mezelf. En ik was me daar heel bewust van. Oh, wauw, dit is echt zo'n stuk van mezelf. Wauw, ik dacht al dat het al lang voorbij was, maar dat stak ineens weer de kop op. En ik vroeg me steeds af, waarom? Wat moet ik er nu mee, weet je wel? En ik ben inmiddels volwassen genoeg om er niet door te laten overnemen. Maar omdat ik dus vanuit de ground of well-being in dat stuk schaamte terecht kwam en mezelf kon observeren, toen zag ik van, ah, dit krijg ik op mijn bord, zodat ik er een volwassen relatie mee kan opbouwen. Zodat ik echt oprecht vanuit daar kan leven, oprecht kan leven daarmee. Dus het kan er zijn. En ik kan het liefde geven en geven wat het nodig heeft ook, weet je wel. Dus, hè, dat heeft misschien af en toe iets nodig in voorzichtigheid of zo. En er dan echt, zeg maar, daardoor dus mijn bandbreedte weer opnieuw weer mijn bandbreedte verder oprekken. En daarmee ga ik het echt ownen. Zeg maar, dus die schaamte, die is er, die mag er zijn. Ik weet precies wat het nodig heeft. Ik weet precies wat ze van me vraagt. En wanneer ze er is, dan kan ik haar herkennen. Wat ervoor zorgt dat ik vrij ben. Dat ik vrij ben om met dat stukje schaamte echt de wereld in te trekken. En me er niet door te laten overnemen. En zeg maar, dat ik onbewust ineenkrimp en denk, wat gebeurt mij nou? Want dat stuk is er gewoon. En ja, het heeft niet meer de leiding, zeg maar. Dat gaat niet achter het stuur zitten. Zoals ze dat soms zo mooi zeggen. Dat wordt weer een ander verhaal. Maar goed. Ja, ik denk dat mijn verhaal rond is. Het voelt rond voor mij. Voorheen was ik dus bezig met nieuwsbrieven typen. Elke week. En posts. Ik voelde het niet meer zo. Ik hou echt wel van teksten schrijven. En ik vind dat leuk. Maar ik dacht ook, met video kan ik mezelf veel beter overbrengen. Toen dacht ik eerst van, ga ik mijn nieuwsbrief in videovorm doen? En daarna dacht ik, ja, maar de podcast is eigenlijk ook een soort nieuwsbrief in videovorm. Of in audiovorm. Zal ik dat dan niet met video gaan doen? Nou, bij deze, dit experiment. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd naar je, sowieso. Laat even wat van je horen. Hoe gaat het met je? Hoe komt dit bij aan? Hoe gaat het nog meer met je? Als je deze podcast tof vindt, deel hem vooral ook met anderen. Heb je vragen? Laat ze weten. Ik laat me heel graag informeren door de wijsheid van het veld. Zeg maar door de kijkers en de luisteraars. Ik ben heel benieuwd ook wat voor onderwerpen je verder zou willen horen.
Ik vind het super fijn om dat terug te krijgen. Weet je wat tof was? Ik was bij een heel tof pianoconcert in Eindhoven. Nou vind ik het jammer dat ik hun namen niet meer weet. Er waren twee pianisten. Eén heet Job, de andere weet ik niet meer. En die andere, dat was een dame. Die had overal op de tafels kaartjes, witte kaartjes neergelegd en zwarte pennetjes. En die had gevraagd of we als publiek zijnde tijdens het pianoconcert wilden tekenen. Om haar inspiratie te geven voor weer nieuwe nummers. Nou, dat vond ik echt zo tof. Want ik weet ook zo goed, zeg maar, dat het fijn is en makkelijker is om te reageren. Dan om het altijd maar de hele tijd uit jezelf te halen. Dat is best wel. Dat is best wel een soort open ruimte. Dat altijd alles mag en je de hele tijd jezelf als bron hebt. Het is gewoon veel fijner eigenlijk als er ook een beetje input komt. Dus laat me weten wat je inspireerde. Wat raakt je het meest? Wat neem je mee naar huis? Heb je een aha-moment? Wat we dus in de cirkel medicijn noemen. Je oogst. Ja, misschien neem je wel. Roept het opnieuw een vraag bij je op? Is dat je medicijn? Kan ook. Ik hoor het graag. Veel liefs van mij.